En kijkers, wij gaan verder met mijn studio gast vandaag. Dat is de heer Ricardo Panka. Hij is woordvoerder van de Nationale Democratische Partij, de NDP. Meneer Panka, welkom in de studio van EDC. Goedemiddag, heer Rauwe. Meneer Panka, er zijn zoveel ontwikkelingen de laatste tijd, op politiek vlak ook. En we hebben het gevolgd bij andere partijen, bij het OKB, noem maar op. En toen begon ook een discussie over de NDP, waarvoor ik u oorspronkelijk heb uitgenodigd, waar we het straks ook over zullen hebben. Maar laten we beginnen met, hoe gaat het met de NDP? Op dit moment heel goed. Ik moet niet jokken. We komen vanuit een periode waar wij dus een heleboel hobbels hebben moeten nemen. En succesievelijk is het dus weer de normale gang van zaken. Zij dus dat er nog nu uitdagingen zijn. Ja, dus dat is waar, in de fase waarin wij ons dus nu bevinden. En kortom, we gaan met opgeheven hoofd deze uitdagingen tegemoet. Een van die uitdagingen, zal ik het een uitdaging noemen, is de discussie binnen de partij over de bestuursverkiezingen. Omdat eerst hadden we gezien dat het verschoven zou worden, de interne bestuursverkiezingen. En afgelopen weekend begreep ik toch van niet. Wat is nu de situatie met betrekking tot de verkiezingen? Aanvankelijk was het de bedoeling om dus de interne verkiezingen te houden. Adviezen vanuit de deskundigen van de partij, juristen en andere ervaren deskundigen. Die hebben dus aangegeven van in 2019, moet dat zijn, was er een centraal politiek orgaan besluit om de verkiezingen te verschuiven. En op basis daarvan is toen aangegeven van in een ALV kunnen we dat besluit bekrachtigen en tegelijkertijd ook het mandaat officieel geven om de verschuiving naar 2026, dus na de algemene vrije en geheime verkiezingen, dan die nieuwe ALV dan te houden. Ondertussen hebben wij ons huishoudelijk reglement aangepast aan de statuten en dat hebben we dus doorgestuurd naar het OKB om dat te registreren. Het heeft een hele poos geduurd, waardoor er tussen de indiening, of laat maar zeggen tussen de ALV, de indiening en het ontvangst van het procesverbaal, zoveel ruimte is geweest voor mensen om hun mening te geven, wat er zou moeten gebeuren en zo. Maar het hoofdbestuur die had al, we luisteren naar de mensen, we luisteren naar de deskundigen, de adviezen. En op een gegeven moment hebben we gezegd, dan laten wij dan wachten totdat het procesverbaal van OKB ons bereikt heeft en op basis daarvan het besluit dan officieel bekendmaken. En dat is dus ook gedaan. Gelijk na ontvangst en bestudering van het procesverbaal heeft het hoofdbestuur bij elkaar, bijeen in vergadering, het besluit genomen. Interne hoofdbestuursverkiezingen, ja. En daarmee moet de partij dus voldoen aan eigen statuten die dat voorschreven, maar er was mandaat van de ALV. En of de partij zou dat hebben willen verschuiven naar 2026. Maar op een gegeven moment is daarvan afgeweken. Ja, kijk, het is niet de eerste keer dat wij een interne verkiezing hebben verschoven. Toch? Dat komt omdat er soms onze verkiezingen vallen samen met de algemene, vrije en geheime verkiezingen. Waardoor je dus je moet gaan concentreren op twee grote activiteiten binnen de organisatie. Ik hoop dus dat in ieder geval hiermee, dat denk ik hoor, als we dus nu de interne verkiezingen houden, dat is dus voor 5 jaar. Dat betekent dat wij in 2029 weer de volgende ALV moeten beleggen of verkiezingen moeten uitschrijven. En dan zal dat een jaar voor de algemene verkiezingen van 2030 zijn. Ja. Dus we hopen in elk geval dat we daarmee want soms heb je dus dat, het gaat niet om
jubu-jubu of zo, maar het gaat om de organisatie van een interne verkiezing van de NDP is een enorme karwei. Omdat wij in alle 10 districten onze subafdelingen en afdelingsbesturen hebben die gekozen moeten worden. En dat is dus, het gaat net als een verkiezing. Soms heb je 1 bestuur of 1 kandidatenlijst, dan is dat makkelijk. Maar soms zijn er dus ook 2 en dan moet je een verkiezing houden in het resort of in dat district. En dat is getrapt, omdat je dus de subafdelingsverkiezingen hebt. En dan heb je dus dat de voorzitters van de subafdelingen elevaten naar het afdelingsbestuur. Dat bestaat uit alleen de voorzitters van de subafdelingen. En daar kiezen ze een voorzitter in het midden. En dan wordt dan ook gezamenlijk uitgekeken naar een kandidaat voor het hoofdbestuur. Mm-hmm. En die moet dan ook gekozen worden in zijn of haar district. Om zitting te kunnen nemen in het hoofdbestuur. En dan krijg je dus dan dat gedeelte van de hoofdbestuursverkiezing. Een enorm karwei. Het is een enorm karwei omdat we Sipaliwini, Marowijne, Koroni, alle districten zijn nu al in stelling. Omdat we na het genomen, tegelijkertijd is direct het besluit genomen om een verkiezingscommissie in te stellen. Ja. En die is gelijk aan de slag gegaan. Dus dan is mijn volgende vraag, wanneer zijn dan die bestuursverkiezingen, de interne bestuursverkiezingen? Dat horen we van de verkiezingscommissie, omdat zij de voorbereidingen nu aan het treffen zijn. Mm-hmm. En alle districten zijn dus nu al in beweging om hun zaken op orde te stellen. En de verkiezingscommissie die zal dus natuurlijk elk district ook moeten aflopen. Ja. Dat is de bedoeling. Maar dat is dit jaar nog zeker? We willen dit jaar nog de bestuursverkiezingen hebben. Vertraagt dat de NDP in de campagne die eigenlijk... Nee, is een tweesporenbeleid. Is een tweesporenbeleid. Tegelijkertijd ben je bezig met je verkiezingsactiviteiten. Maar het zijn dezelfde mensen ongeveer die ook bezig zijn met dat van het bestuur. Dus in principe kun je vanuit deze positie beide tegelijkertijd doen. Okay. Ja. En voor wat betreft die wijziging van het huishoudelijk, want we weten wanneer partijen zich weer moeten registreren bij het OKB, is het wanneer ze 2 jaar niet aan de verkiezingen hebben deelgenomen, wanneer ze de statuut hebben gewijzigd, nieuwe partijen uiteraard. Maar wat was de wijziging? Nou, de wijziging had meer te maken met het verdere beschrijven van de instituten en de organen in de partijtaken en bevoegdheden. En dat gedeelte in elk geval van de waarneming van de voorzitter. Dat is dus ook aangegeven hoe de waarneming plaatsvindt in het huishoudenreglement. Oké, want dat, precies op dat punt was er een discussie, omdat we weten de voorzitter die is er nu niet. Maar er is een verkiezingskalender van BISA. En er moeten een paar dingen gedaan worden door een politieke organisatie richting de verkiezingen toe. Kan alles worden gedaan door de waarnemer of de ondervoorzitter van de partij? In dit geval schrijft de wet op de politieke partijen voor dat bij de indiening van de documenten die te maken hebben met registratie en eventueel meedoen aan de verkiezingen, de documenten van de kandidaten die moeten worden ingediend en zo, die moeten dus worden getekend door de meerderheid van het dagelijks bestuur, inclusief de voorzitter. Snapt u? En dan is er nog een komma waarin staat, of dient statutaire vertegenwoordiger. En dat is de ondervoorzitter? Nee, dus dat is niet geregeld. Okay. En dus daar hebben wij dus wel die voorziening in ons huishoudelijk reglement daarvoor getroffen. Oké, en dat is nu de ondervoorzitter? Of, laat me het anders vragen, zijn de waarnemer en de ondervoorzitter dezelfde? Er zijn meerdere. Ja, maar ik bedoel, er zijn meerdere. Een ondervoorzitter is hetzelfde als een waarnemer of wordt er apart een waarnemer? Ja. Kijk, de partij is niet stuurloos. Nooit. Toch? De partij heeft altijd ondervoorzitters. Gekend tot de huidige dag. Dus ook al is de voorzitter er niet, hij is in het buitenland of hij is in het binnenland of hij is, noem maar op, in dit geval weten we niet waar hij is, maar hij is afwezig, dan is het
automatisch dus de eerste ondervoorzitter die dan de leiding van de partij op zich neemt. Er zijn meerdere ondervoorzitters, maar het is natuurlijk in elke organisatie heb je dus, je hebt soms praat men over een vicevoorzitter of een ondervoorzitter. Ja. In deze. Ja. En dat is in dit geval tot nu toe nog de heer Abrahams. Ja, 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 ja. En dan heb je dus nog, denk ik, 400 of 500 voorzitters. Het is een grote organisatie, dus je zorgt natuurlijk dat er altijd, dat het niet stilstaat. Dat er altijd opvolging is bij afwezigheid van een der ondervoorzitters. Dus dat is wel geregeld. Oké, en dan nu gaan we richting de bestuursverkiezingen. En de bestuursverkiezingen... die zijn voor een voltallig bestuur. Ook de voorzittersfunctie moet ingevuld worden? In dit geval wel, ja. En is er in de partij, want daar wordt er ook zoveel over gespeculeerd, is er eenduidigheid in de partij, is er eensgezindheid in de partij over wie die functie zou moeten invullen op een gegeven moment? Want natuurlijk wordt het verkozen, dat snap ik, maar... Kijk, het is een verkiezing. Mm-hmm. Dat betekent dus dat je mensen zult hebben die ambities hebben voor die positie. Ja. Toch? Maar je moet hebben deelgenomen aan alle segmenten binnen de gekozen afdeling, subafdeling en afdeling. Om dus getrapt naar boven te komen in, om je ambities kenbaar te maken. Tot op dit moment zijn er geen ambities kenbaar gemaakt, omdat het een verkiezing is waar we naartoe gaan en waar we dus in alle rust dit willen afhandelen. Omdat we ons focussen dus op de algemene verkiezingen. Natuurlijk zal het zo zijn dat er één persoon zal zijn of twee personen zullen zijn die zullen zeggen van we hebben ambities voor het voorzitterschap. Als er twee personen zijn, dan wordt er weer een verkiezing gehouden voor de keuze van één van hen. Als er één persoon is, dan is dat zo afgerond. Maar ik stel me zo voor dat er... is er in de partij geen afstemming over bijvoorbeeld van luister, het is kortdag, de verkiezingen zijn voor de deur. Laten we niet een verkiezing intern laten leiden tot een djugu-djugu en wat er dan ook kan komen. Dus laten we komen tot één lijst om die in te dienen. Dat is natuurlijk wat je wenst en wat je wil hebben als organisatie. En dat is ook dus aangegeven dat we dit in alle rust willen afwerken. Ik denk dat we die richting opgaan ook. En dan zullen we, zijn we er klaar mee en dan gaan we verder. Elke organisatie, zeker in deze periode, wil dat die rust bewaard wordt in de organisatie. Omdat we een veel groter doel voor ogen hebben. Vandaar dus dat via de coördinatoren en de structuren duidelijk wordt aangegeven van jongens, dit is de richting waar wij op zullen gaan of zullen moeten gaan. Het gaat om de partij enerzijds, maar het gaat ook om het land Suriname. De NDP heeft een grote verantwoordelijkheid op zich te nemen na 25 mei 2025. Dus we moeten nu al het voorbeeld kunnen geven, niet alleen aan onze eigen leden en aanhangers, maar ook aan die samenleving, dat we kunnen omgaan met leiderschap binnen de organisatie. En dat moet dan ook tekenend zijn voor het leiderschap, voor het land. U bent al heel lang in de organisatie. Ja. En dan ga je niet vragen om te speculeren, maar heeft u een idee wie mogelijke kandidaten zouden kunnen zijn? Ja, want die gaan binnenkort bekend worden, dus maar ik begin u aan te vragen. Het idee is er. Maar ik ga het hier niet uit. Ik ga het hier niet zeggen omdat ik de mensen de ruimte wil bieden. Ja. Om hun kandidatuur, als het gaat om één persoon, als het gaat om meerdere, dat ze dat rustig kunnen overwegen en kunnen voorleggen aan de structuren. Want daar gaat het om, ik zei het ook al, in deze partij word je geleerd om ambities te hebben. Toch? Ambities binnen, als je in de politiek gaat, moet je ambities hebben. Toch? Of om iets terug te doen voor die samenleving, of om hoger op te komen binnen de organisatie, om daar je bijdrage te leveren. Dus ik denk dat we in dit stadium het nog prematuur is om te zeggen van oké, die personen of die persoon die wil voorzitter worden of zo. We gaan voor een kandidaat, zeker
die de partij kan leiden naar de verkiezingen toe. Oké, heeft u ook ambities? Altijd ambities gehad. Om partijvoorzitter te worden, een keer? Ja, het zou misschien een keertje kunnen. In dit stadium denk ik niet, maar je hebt zoveel ambities, maar je moet klaar zijn voor die positie. Je moet je klaar maken voor die positie. En mensen moeten jou ook accepteren voor zo'n positie. Dus we moeten rustig, we werken mee aan de groei binnen de organisatie. En als er mensen, kijk Boutersen, die heeft heel lang leiding gegeven aan de partij. En zijn leiderschap zal niet vervangen kunnen worden door welke persoon binnen de NDP dan ook. De wijze waarop hij leiding gegeven heeft aan die organisatie. Dat is niet de eerste, de beste. Dus niemand moet ervan uitgaan dat er nog een tweede Boutersen is. Die maar leiders worden elke dag geboren, dus misschien zit er nog eentje daar tussen, toch? Nee, maar in elk geval zitten er leiders in de partij. Mm. Dat is zeker. Okay. Ja. Dan wil ik nog een stukje actualiteit met u doen. Hoe gaat de NDP zich voorbereiden op deze verkiezing? Want in tegenstelling tot de voorgaande verkiezing is nu anders ons kiesstelsel en de wijze waarop we de verkiezingen gaan houden. En er gaan verschuivingen plaatsvinden, ongetwijfeld. Bij partijen waar een veel genoemde voorbeeld is ABOP en die NPS. Ja. En de verhouding tussen stemmen en zetels en hoe dat voorheen was en dat dat nu gaat verschuiven. Heeft de NDP voor zichzelf al een calculatie gemaakt over als er verschuivingen zijn en hoe groot die eventueel zouden kunnen zijn? We hebben nu een heel nieuw kiesstelsel. We moeten nog ermee leren omgaan. En het is dus het landelijke evenredigheidsstelsel dat dus nu gehanteerd zal worden. Dat betekent dus dat het niet meer dat districte model is. Waar je dus kan zeggen van oké, als ik zoveel heb dan ben ik binnen. Toch? Het moet evenredig zijn landelijk. En natuurlijk heeft men hun wiskundige berekeningen die daar tegenaan gegooid zullen worden. Maar als partij bereiden we ons daarop voor. Omdat je rekening moet houden dat vanuit het stelsel dat nu gehanteerd zal worden, sommige van de districten minder zetels hebben. En andere meer. Paramaribo Wanica, die zitten volgens mij al 2/3. Als ik het goed heb. Dus de meerderheid aan zetels zitten in Paramaribo en Wanica. Dat wil niet zeggen dat de overige districten, de kiezers in de overige districten minder waard zijn, de stemmen minder waard zijn. Maar ik denk dat alle politieke partijen het meeste focus zullen leggen op Paramaribo en Wanica. En om daar dus de meeste stemmen binnen te kunnen halen en daardoor de meeste zetels. Het wordt een hell of a job dit keer. Sorry, want dan als je ook kijkt naar de nieuwe politieke partijen, dan weet je al van meet af aan dat je zelfstandig niet in staat zal zijn om die kiesdeler te halen, want dat is, een zetel is duur. Een zetel is nu heel duur geworden. Dus qua het aantal stemmen dat je daar, maar die investering die je ook moet plegen om aan dat aantal stemmen te kunnen komen. Je moet georganiseerd zijn, je moet je structuren hebben, je moet je propagandisten hebben, je moet transport hebben, je moet voor alles moet je investeren om die kiesdeler te kunnen halen. Dus dat zal een enorme karwei zijn voor alle politieke partijen, hoor. Maar het meest zal het voor de kleine politieke partijen een hell of a job zijn. Weet je, en wij in Suriname, ik zei het eens een keertje, iedereen wil voorzitter genoemd worden. Je bent boos, je stapt uit je moederpartij en je gaat je eigen partij oprichten. En als je aankomt, moet iedereen zeggen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, ja. Voorzitter. Weet je, het klinkt altijd mooi als mensen je voorzitter noemen, denk ik. Maar wat het om gaat is dat we, nu denk ik, dat dit systeem gaat ons misschien wel dwingen om samen te moeten gaan werken.
samen te bundelen, mm-hmm. toch? En te komen dus tot een zodanig partijenstelsel dat in feite zou je nu, denk ik, zitten we al boven de 30 politieke partijen en ik hoor er zijn nog meer mm-hmm. in aantal. Die rezen als paddenstoelen uit de grond. Allemaal hebben ook hele mooie ideeën, hele goede inzichten en programma's die ze willen gaan uitzetten. Maar dan moet je kijken van, kunnen we de programma's naast elkaar leggen en kijken wat zijn de raakvlakken. Mm-hmm. Toch? Om zodoende een samenwerking te kunnen aangaan. Of ga in in de politieke, de grote politieke partijen en word één met hun. Toch? Dat lijkt mij ook een van de beste zaken te zijn om het te doen. Worden daar actieve gesprekken over gevoerd met kleinere partijen op dit moment? Alle politieke partijen praten met elkaar op dit moment, toch? Soms is dat via de media, toch? Verbaal, je hebt ook verbaal en non-verbale onderhandelingen die gevoerd worden. Maar ik denk dus dat, zoals we in Suriname gewend zijn als klein land, te veel politieke partijen hebben ook. En dat maakt dus dat er zoveel te doen is met de verkiezingen. Het wordt duurder en duurder, want je moet meer uitgeven als overheid om al die politieke partijen te accommoderen, op de lijsten, kandidatenlijsten, uitprinten, noem maar op. Want je zet niet alleen 51 kandidaten voor de Nationale Assemblée, maar je zet ook voor de resortraden en de districtsraden. En dat is landelijk, toch? En dat is bijna per partij volgens mij, maar dat zijn ergens in de buurt van 800 zoveel. Ja, toch? Dus we moeten goed ook hier naar kijken in de toekomst, hoe we het verder willen inrichten, het verkiezingsgebeuren en dat van de politieke partijen. Maar vooralsnog denk ik dus dat we het moeten doen, ook met de wijze waarop het nu toe gaat. Mm-hmm. Weet je? En, want als je straks ook nog, je hebt, laten we zeggen, je bent nu geregistreerd bij het OKB, dan is je volgende hobbel het Centraal Hoofdstembureau. Ja. Weet je, en die gaat dus dan verder graven in jouw documenten. Mm-hmm. Om jou daarna ook weer te registreren en toe te laten. En voor deelname. Alles in orde zijn. Dus alles moet in orde zijn. Het is heel veel werk. Ja. Het is heel veel werk. Ik maak al sinds 1987 verkiezingen mee. Mm-hmm. Toch? Ik zit zelf vanaf 2000, vanaf 96 in de organisatie zelf met het helpen coördineren tot het coördineren van verkiezingen in de districten. Dus enorm veel werk, dag en nacht. Ja. Ja, dus, maar dit systeem, ik weet niet als het volmaakt is, ik ben geen deskundige, het landelijk evenredigheidsstelsel, ik hoor andere mensen zeggen van dat is niet het systeem voor Suriname, anderen zeggen dat is het systeem, het gelijkheidsbeginsel. Maar we moeten onze deskundigen de ruimte geven om het verder uit te werken, uit te kiezen wat wij als Suriname nodig hebben. Toch? We hebben het overgenomen. Wat in andere landen is, wordt dit systeem al gehanteerd. Een ander systeem die wij bijvoorbeeld niet hanteren is presidentsverkiezingen. Mm-hmm. Dat hebben wij hier in Suriname niet. Ja. Niettegenstaande merken we dus dat de samenleving de druk op de politieke partijen uitoefent om vooraf aan te geven wie de presidentskandidaten zullen zijn. Mm-hmm. Toch? En dus die behoefte blijkt er in de praktijk. In de praktijk, het is er, het is er. Maar dat heeft dan ook te maken met de ervaring die men heeft met presidenten. En dat men wil dus dat de volgende president toch niet iemand is dus die dezelfde attitude aan de dag gaat leggen. Men wil de persoon van voren, van tevoren af aan balloteren. Als die voldoet aan de eisen van die zaam van de kiezer. Ja. Toch? De kiezer is nu veel en veel bewuster geworden over de keuzes die ze moeten maken. Ja. Dus als jij nu zou komen en zeggen van dit is mijn kandidaat, dan hebben zij de ruimte om jouw kandidaat aan een onderzoek te onderwerpen, te balloteren
en eventueel te wegen. Als die persoon gewogen wordt en te licht wordt bevonden, dan heb je als politieke partij een vraagstuk. Dus het dwingt jou als politieke organisatie om jouw beste kandidaten naar voren te schuiven. Man of vrouw, wat die samenleving wil, is een kandidaat, is een persoon die bereid is voor het volk te dienen en dienstbaar te zijn aan die samenleving. En tegelijkertijd ook kennis en kunde heeft over hoe een land te leiden. We moeten richting afronding, maar heeft de NDP al een idee wie ze als kandidaat daarvoor naar voren zullen schuiven? Net zoals bij de interne verkiezingen zijn er mensen zijn met ambities. U gaat me een diplomatisch antwoord geven, dat begrijp ik. Maar, en dan de actualiteit. De situatie in het land, dat weten we allemaal wat de situatie in het land is. Maar toch, ik luister naar de president in de hoedanigheid als VHP-voorzitter. Die heeft hij de afgelopen tijd een paar districten afgelopen en publieke optredens gehad op een politiek VHP-podium. Hij is ervan overtuigd dat hij terugkomt. En hij baseert dat op een paar dingen, de verrichtingen, de zaal, hoe dat gevuld was. De NDP is anders van overtuigd. Ja, wij zijn nuchter aan de ene kant, maar onze ambities die zijn duidelijk. Dat wij werken naar een zodanige situatie dat wij de broodnodige zetels kunnen krijgen van die samenleving, van de kiezer, om leiding te kunnen geven aan dit land de komende periode. En daar gaan wij voor. Alle politici, zelfs de kleine politieke partijen die nog geen jaar of zelfs nog geen 5 jaar oud zijn, geloven dus dat zij ook de verkiezingen zullen winnen en leiding zullen geven aan het land. Dus de ambities en de willingness is bij iedereen aanwezig. Maar het probleem is dat wanneer jij een zodanige reputatie heb opgebouwd, welke zeer nadelig is geweest voor die samenleving en waarbij keer op keer gevraagd is om het anders te doen en de koers te wijzigen in die zin van dat die samenleving er beter van wordt met alle inkomsten uit onze goud, uit onze olie, uit onze hout, uit onze bossen. Dan begrijpt u dus dat als daar geen gevolg aan wordt gegeven, dat het volk dan eerst probeert om middels protestdemonstraties dat duidelijk te maken, middels hun mening geven via media, dan wel social media. En wanneer je dus toch merkt dat wanneer je het doet via protestdemonstraties, dat je kan worden opgepakt en opgesloten. En als je het doet via social media, dat je ook hetzelfde kan overkomen, dan begrijpt u dat het volk dan wakker is geworden en zegt van nee, dit is niet de werkwijze die wij hebben voorgestaan. We hebben u de ruimte gegeven om dit land te leiden. We hebben u meer zetels gegeven dan u in feite waard bent. Wat hebt u daarmee gedaan? Toch? En dat zal zich vertalen in de keuze van de kiezer in volgend jaar. Dus terugkomend op uw vraag, de president, de voorzitter van de VHP, mag natuurlijk van alles geloven. Maar we zullen zien als zijn wensen zullen uitkomen. Bovendien denk ik dus dat de VHP er een potje van gemaakt heeft de afgelopen 4 jaren. En het volk dus heel teleurgesteld is in deze regering die zoveel had beloofd. Een van de grootste beloftes gedaan door de VHP-voorzitter is de uitspraak, is de belofte, niet het volk gaat inleveren, maar de regering. En wat zien we? Het volk wordt gedupeerd, de werkende klasse wordt gedupeerd, er kunnen geen loonsverhogingen komen voor het volk. Ondanks hij zelf zegt van
ik vind het zo geweldig dat u de beukenriemen strak hebt, dat u begrip hebt getoond voor de pijn die u ondergaat op dit moment. En wanneer het de tijd aanbreekt om de pijn te verzachten, dan zien wij dat, dat het wordt verzacht door groepen die geen pijn lijden. Toch? De verhoging, de exorbitante verhoging voor de ministers, president, vicepresident, ministers, directeuren, DNA-leden, rechterlijke macht. Dat daar juist, waar de pijn niet gevoeld wordt, dat daar juist wordt bewogen om de salarissen met grote stappen vooruit uit te betalen. En de ambtenaren en de werkende klasse, die worden gedupeerd. Die moeten dan verhoogde stroomrekeningen betalen en waterrekeningen, telefoonkosten, noem maar op, transportkosten, toch? De prijzen in de winkels. Koers daalt, maar de prijzen in de winkels stijgen. Waar is die balans? En je moet één ding weten, als je in de zak van de Surinamer terechtkomt, heb je een groot probleem. En ja, ik ben geen helderziende, maar we zijn ook midden in de samenleving. En we horen de geluiden ook. Toch? Dus, maar wat wij moeten doen is ons concentreren op wat wij als partij willen bereiken. En dat zal dus afhangen van wat zullen wij aan die samenleving aanbieden. Wat zullen wij gaan doen? Wat zullen we beter gaan doen? Dat is voor ons van belang en vandaar is dat wij ons daarop focussen ook. Afsluitende vraag, meneer Panka. Is de VHP een potentiële partner voor de NDP na de verkiezingen van 2025? Vanaf ik in de politiek ben, heb ik altijd die grote mannen in de politiek horen zeggen, zeg nooit, nooit in de politiek. Maar in dit keer ga je wel nooit moeten zeggen. Dit keer ga je wel nooit moeten zeggen. Maar dat is mijn eigen mening. Ik weet niet wat de partij gaat doen. Toch? Bovendien, wat we niet hebben, ik hoop niet dat ik niet te veel tijd van in beslag neem, is het systeem waarbij wij voor de verkiezingen eerder, hadden we dus die bundelingen van politieke combinaties. Dat is dus weggehaald, weggeschrapt. Je mag je niet bundelen voor de verkiezingen. Maar het is wel vrijgelaten na de verkiezingen. Ja, toch? Dus je krijgt dan het systeem waarbij politieke partijen zich dan op zullen maken om te kijken. De vraag is echter, en ik weet niet waarom dat niet is ingebracht, misschien is niemand op het idee gekomen, is de kwestie van, er zijn 51 zetels. Als een politieke partij, zeg maar, ik geef maar een voorbeeld, 1/3 van die aantal zetels binnen heeft gebracht, dan is die partij dan de grootste partij, om het zo te zeggen. Of de partij met het meeste aantal zetels, die is dan de grootste partij en die zal dan de regering moeten vormen. Ja, toch? Maar het systeem van formateur en dat soort dingen, dat hebben we niet. Ja. Toch, wat we zien is dat, ook al is 1 partij de grootste in aantal zetels, toch? Als je 20 zetels hebt, zijn er nog hoeveel over? 31 zetels. Dus als er 10 partijen zijn die die 31 zetels bij elkaar kunnen rapen, dan kunnen zij die regering vormen. Ja. Maar het electoraat, de kiezer geeft een signaal op 25 mei. Wie zij wil hebben in de leiding van het land. En het is vaker voorgekomen dat partijen dan rennen om de anderen uit te sluiten. Maar ik denk dus dat we moeten komen op dat punt dat we dus dat heel duidelijk ook gaan formuleren. Net zoals bijvoorbeeld die samenleving wil, dat we ook in tijd moeten gaan formuleren. Dat van als we moeten gaan naar het presidentieel stelsel waarbij de president rechtstreeks gekozen wordt. En noem maar op. Ik weet niet als het ons gaat lukken in de naastkomende tijd. Maar laten we hopen dus dat deze aanstaande verkiezingen een verkiezing zal zijn waarbij de bevolking toch wel aan zal horen wat de verbeteringen zullen zijn van de politieke partijen die ze willen aanbrengen, mochten zij de stem van de kiezer hebben gekregen. En daar kijkt de kiezer naar uit. Voorlopig werkt men aan hun
politieke programma's, verkiezingsprogramma's. Maar het zou per slot van rekening duidelijk moeten zijn. Wat gaat u doen? Met wie gaat u het doen? Hoe gaat u het doen? Dat wil die kiezer weten. En daarmee gaan we eruit, meneer Pangos, over tijd. Maar in ieder geval heb ik het van u gehoord. Wat u betreft persoonlijk, nooit. Die samenwerking. Nee. Dat is duidelijk, meneer Panka. Dank voor uw komst naar de studio. En ik denk dat we de volgende keer nog uitgebreid kunnen praten over een heleboel dingen die nog gewijzigd moeten worden in ons land. Graag gedaan. En dat was mijn studio gast vandaag. U heeft het woord van de woordvoerder van de NDP, dat is de heer Ricardo Panka. We gaan hiermee eruit. Het is maandag, dus we zijn morgen weer terug met een gloednieuwe aflevering van dit programma. Ik wens u een prettige middag toe en veel kijkplezier hier op kanaal 4. Goedemiddag.